Isa, wat ben je aan het doen aan die motor? Huh? Wat ben je met die motor aan het doen? Ik ben die motor een beurt aan het geven. Als je met deze kant op komt, kun je meekijken. We gaan die motor een servicebeurt geven. En we kijken hem helemaal na. Alle belangrijke punten smeren we in. Kijk hier, die stekkers. Die trekken we uit elkaar. Kijk, even een likje vet erop zo. Kijk. En daarna klikken we het weer in elkaar. Hupsakee. Hier heb je nog een keer een stekkertje. Doe het even. Een likje vet bij. We gaan de banden vervangen. Olie hebben we eruit laten lopen. Er komt nieuwe olie in. Filtertje komt erin. We gaan hem gewoon van A tot Z nakijken. Alle belangrijke punten kijken. Remmerij nakijken. Dan gaan we er een stukje meer rijden. Hij houdt ietsjes in. Het is waarschijnlijk in de carburateur. Ik weet niet of ik de carburateur los gaat halen. Ik denk het niet. We doen er carburateur reinigen bij. En dan gaat hij even kijken wat hij doet. Kijk, die zijn gesmeerd. Kijk, dit is belangrijk. Als je met hem meekijkt. Kijk, dit is belangrijk. Hier heb honden last van. Zie je het? Hier, het wordt al groen. Zie je dat? Kijk. Wat gebeurt er? Op een gegeven moment gaat hij oxideren. Wordt hij helemaal groen. Wat gebeurt er? Dan komt er geen stroom meer doorheen. Als er geen stroom doorheen komt, dan wordt hij heet. Dan gaat hij smelten, dan komen die kabels tegen elkaar, dan vlieg je ontsteking in de fik. Ik heb het vaak meegemaakt met Honda's. Ik heb 2 keer of 3 keer meegemaakt met een Honda Africa Twin. Dus wat we doen er even een likje vet bij. Hoppa. Hier ook even een likje vet bij. Ah, die zit erop. Als we dat hebben gedaan, wat wij hier hebben, elektrobeschermen. Kijk, als je het laat zitten, dan komt er allemaal een soort plastic laag. Hij beschermt tegen vocht en regen. Dus kijk hoe het eruit ziet, het begint te glimmen. Kijk, kijk, wat we hebben ingesmeerd, kijk, spuiten we gewoon even in. Hupsakee. Maakt niet uit als het tegen de frame of tegen een spatbord aankomt, het is niet schadelijk. Kijk, en die kabeltjes hier, al die blote kabeltjes, spuiten we in. Ook heel belangrijk. Kijk. Draai even die accupolo los. Kijk. Even een likje vet op die accupolo. Even erin. Hupsakee. Een kleinigheidje, maar het is super goed voor de motor. Je hebt er misschien totaal een half uur extra werk aan om al die stekkers in te smeren, maar dan ben je gelijk klaar, ben je voorlopig klaar. Kijk, we hebben ook... Ik smeer even die poeltje even in. En... Laat je wat anders zien. Kijk. Hupsakee. Die is lekker gesmeerd. Kijk. Even kijken. Kijk, als je ziet. Het is een 100 Dominator, hè? 650. Hè? Kijk, het is een offroad. Het is een motor die eigenlijk gebouwd is om van de weg af te rijden, zeg maar. Om wat ruwer terrein te hebben. Dus wat hebben we gedaan? We hebben speciale bandjes hebben besteld. Kijk, als je met hem meekijkt. Het zijn Michelin Cirac. Die zijn goed om ooit een keer terrein, om onverharde weg te rijden. Maar ook voor de weg. Dus deze banden zijn goed. Dus als je op de weg wil rijden en ook van de weg af wil rijden. Deze banden gaan we ook monteren.
Dus als hij gewoon op de weg rijdt, dan rijdt hij gewoon op de weg. Maar als hij zegt een keer, ja, ik wil een keer of rood rijden. Of rood, je kan nergens of rood rijden hier in Nederland. Maar een keer een stukje onverharde weg, kun je het ook meedoen. Want ik wou geen normaal, ik wou eerst Michelin en Ecky 3. Maar die zijn niet juist voor deze motor. Dus het is een off-road en het moet ook een off-road blijven, zeg maar. Je moet ook dingen kunnen, je moet ook off-road kunnen rijden. En dat was ongeveer wat we met de motor gaan doen. We gaan de bougietje vervangen. De luchtfilter is al gedaan. Dit is een K&N filter. En zeg maar, die is gewoon, die kun je gewoon elke keer schoonmaken. Het zijn super goede filters, zo die K&N filters. En dan al die stekkertjes lopen we allemaal één voor één na. Smeren we ze in, spuiten we ze in ook. En alle gangbare dingen, alle draaibare dingen smeren we in. Alle bouten, ringetjes maken we los. Kijk, hier zit in elkaar. Hey, rol je die andere brommer binnen, Jessen? Ja. Ja. Die zit waarschijnlijk aan de contact. Kijk, en wij gebruiken kettingspray. Kijk, waarom gebruik ik kettingspray? Die kun je voor je ketting gebruiken, maar wil ik je laten zien waar we die gebruiken. Die kettingspray voor, kijk, voor dit soort draaibare dingen. En kijk, zoals dit. Kijk, als je een normale kruipolie gebruikt, dat blijft niet op, dat verdwijnt gelijk. Dus alles wat gangbaar, alles wat draait, dan gebruik ik de kettingspray voor. Kijk, zeg maar voor je schokberekers hier zo, spuiten we in. En alle belangrijke punten, kijk hier. Je voorvork dingetje maar inspuiten. Je contact, want het blijft lekker vochtig. De kruipolie die we gebruiken. Dat was volgens mij, jongens.